Ik ben vandaag op de TU Delft. Jawel, zo kom je nog eens een keertje ergens als eenvoudig journalist. Want hier is een masterclass zojuist geweest van Laurens van der Akker, de welbekende designer van Renault. Die aan een groep studenten, maar ook aan autoweeklezers gaat uitleggen hoe hij nou te werk gaat, hoe zijn proces nou helemaal gaat en wat zijn visie op de toekomst van de auto is. Wat is een goed gezicht? Het is een gezicht dat herkenbaar is zonder logo. En daardoor wist ik meteen wat mijn designstrategie moest worden. Namelijk A, fase 1, het vinden van onze ziel. 2, een generatie van auto's maken die dat uitdrukken. 3, waarschijnlijk nog een tweede generatie maken, consistent blijven, om te zorgen dat we een sterk merk worden. Makkelijk gezegd, 15 jaar werk. Sinds 2012, sinds Renault uitgekomen is met de Clio en de Captur, hebben we dit leadership genomen in het B-segment. Dat is het segment van de kleine auto's. Belangrijker nog, de Clio en de Captur zijn profitable. Dus we maken winst. Dat lijkt voor de hand liggend, maar ik kan je vertellen dat het heel moeilijk is om geld te verdienen met kleine auto's. Dus waarom kopen de Renault-owners een Renault? En toen wij in 2012 met de auto's uitkwamen, was de eerste reden voor een Renault-koper loyalty. Tweede reden was prijs. En de derde reden waarom je een Renault kocht, was design. En sinds 2014 zien we nu in Europa dat design is weer de eerste purchase reason, noemen ze dat. En dat is natuurlijk ontzettend goed, want als mensen een auto kopen omdat ze hem willen, zijn ze ook bereid daar iets meer aan uit te geven en ook iets mooiere auto's te kopen. Dus we hebben het logo gepakt van Renault, wat eerst heel lui zeg maar op de motorkap lag, bijna onzichtbaar. En ik vind het eigenlijk ook een slecht teken dat als je een logo platlegt, dan is het net alsof het merk ingeslapen is. En dus was het belangrijk om het rechtop te zetten, weer stoer en zelfbewust te laten zijn. We hebben het 2 keer zo groot gemaakt, omdat het echt zichtbaar was. En daarmee hebben we een iconisch front-end gecreëerd. En dat idee en dit thema hebben we toen op de hele serie van showauto's gemaakt. En zo kun je zien hoe we van een klein auto naar een sophisticated auto tot een sportwagen één identiteit kunnen creëren. Ontwerpers zijn soms een soort popsterren, ze hebben echte fans. En de jongste misschien wel van Laurens is Jort hier. Jort, jij bent een hele grote fan van Laurens. Vertel eens waarom. Nou, ik heb toen ik klein was, ongeveer 3 jaar geleden, heb ik ooit een brief naar hem geschreven. Met daarin een vraag of ik ooit naar Parijs mag komen. Om zeg maar te kijken hoe dat in zijn werk gaat. En ik heb altijd al van auto's gehad. Toen kreeg ik een mooie persoonlijke brief terug met het boek. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om door te gaan met tekenen. Jij wordt ook ontwerper, denk je? Ik hoop het wel. Heb je Laurens al een hand geschud? Ja, ik heb Laurens hand geschud. Nu, kijk uit naar jouw tekeningen. Dankjewel. Hey, super, Laurens. Zo'n jonge fan, hoe voelt het nou? Nou, ik heb hem dat boek ooit gestuurd. Daar had me ooit eens een brief gestuurd. Jaar geleden? Hoe lang geleden? 3 jaar geleden. Ja, ja. Dus dat hij hier nu staat, hij is nog maar 12 jaar te gaan en dan wordt hij een goede ontwerper. Je opvolger, denk ik, hè? Ja, ik heb er één nodig tegen die tijd. Hey. Toch mooi om te zien dat je niet per se DJ of voetballer hoeft te zijn om een enorme schare fans op te bouwen. Laurens van der Akker is een echte held in Nederland.